Hallo, welkom bij Intuidry e-learning en vandaag bespreken we de werking van de elektromotor. En hierbij starten we eerst en vooral met de driefasige motor. Nu, wat is een elektromotor? Een elektromotor is een toestel dat elektriciteit zal omzetten in mechanische energie. En deze bestaat alvast uit twee grote onderdelen. De onderdelen zijn namelijk de stator, waar de elektrische wikkelingen in liggen. En we hebben ook de rotor, en zoals het woord zegt, zal deze dus roteren en kunnen ronddraaien. De kogelagers waarmee dat de rotor is gemonteerd, zorgen ervoor dat hij een zeer soepele beweging heeft. Nu, waarom de driefasige motor? Wel omdat reeds in de centrale een driefasige spanning werd opgewekt. En die driefasige spanning is verdeeld over een tijdspanne met telkens 120 graden verschil. Dus dat betekent op bijvoorbeeld een volle seconde zou iedere spanning eventjes zijn top gehaald hebben en ook weer naar beneden gekomen zijn. Opeenvolgend. Nu, gezien de frequentie die we gebruiken, zal het wel meerdere keren per seconde zijn. Maken we nu de motor open, dan zie je hoe dat de rotor netjes gemonteerd zit in de stator. Ik geef u even een schematische voorstelling van deze stator, zodanig dat je ziet hoe dat de wikkelingen daar werken. Dus als we daar een driefasige spanning op aansluiten, dan krijgen we een magnetisch draaiveld. Het magnetisch draaiveld zal de draairichting kiezen in functie van de aansluiting van de motor. Wissel je twee fasen om van positie, dan zal het draaiveld omdraaien. Qua werking kan je eigenlijk denken dat de driefasige motor een beetje gelijkt op een transformator. De stator heeft hierbij de primaire wikkelingen en de rotor de secundaire wikkeling. Maar gezien dat de rotor daar een soort van kortsluiting veroorzaakt, gaan er hier hele grote stromen gaan vloeien in de rotor. Onze secundaire spoel is dus eigenlijk roterend opgesteld. En aan de hand van de Lorentzkracht zal deze dus meegenomen worden door het draaiveld. Kijken we naar het kenplaatje, dan zien we dat alle draaduiteinden naar buiten werden gebracht. En dit geeft een groot voordeel. Want als we de motor, zoals je nu ziet op het kenplaatje, in driehoek werd aangesloten, dan werkt hij op de nominale spanning waarop hij nu is aangesloten. Dus met andere woorden, de wikkelingen krijgen de volle spanning zoals deze uit het stopcontact kwam. Indien we nu de aansluiting van het kenplaatje wijzigen naar een steraansluiting, dan hebben we het voordeel dat deze motor kan werken op een spanning die 1,73 keer groter is dan de nominale spanning waarop hij normaal werkt. Dit komt omdat de spanning nu verdeeld wordt over twee wikkelingen die weliswaar 120 graden van elkaar verschoven staan. Het is daarom heel belangrijk dat je altijd op het kenplaatje kijkt naar de twee spanningen die vermeld worden, waarbij dat de eerste spanning altijd de spanning is die letterlijk over de wikkelingen komt te staan. Dus de fabrikant heeft de wikkelingen gemaakt voor de eerste spanning. Wanneer we kijken naar de tweede spanning, is deze altijd 1,73 keer groter. En dat betekent dat we daar een speciale vorm van aansluiting moeten voorzien, namelijk de sterschakeling. Zo, en dit is dan de werking van de driefasige elektromotor. Verder zullen we natuurlijk nog in de cursus de verschillende zaken zien, zoals de veiligheid wat betreft het indringen van materialen of stoffen en ook de mechanische bevestigingen hoe zo'n motor kan vastgezet worden. Veel succes!